is een beetje weggezakt dit seizoen. Hij werd de afgelopen jaren meegesleept in de successen van zijn jongere teamgenoten. Maar nu Kolesnikov er ook niet meer bij is, gaat het ineens ook minder met Jesse. In het hele seizoen al niet één keer top 10 gereden bij de wereldbekerwedstrijden. En eigenlijk kun je ook over de Canadezen zeggen dat die wat zijn weggezakt. En daar is een reden voor. Komen we op terug. Titten vraagt of hij terug mag. Het duurt allemaal te lang. Hier, een etap. Het is nog vrij druk in de hal. Is een Noorse starter, Magne Eliassen. Maar nu voor de derde keer naar de start. Dat is niet prettig. Mannen staan stijf van de spanning. Het moet in één keer goed. Je kunt niks meer rechtzetten in de tweede omloop. Het heeft toch wel wat, moet ik zeggen. Canadees Dutton gestart dus in de buitenbaan. We zagen hem niet zoveel dit seizoen. Hij reed aan het begin van het schaatsseizoen wereldbeker. Wedstrijden in Azië, één keer top 10, dat was het dan ook. En kijk, in 9,63. Dat is goed. Oeh, handje op ijs bij Dutton. En daar heeft hij Jason waarschijnlijk al vroeg te pakken. Laatste binnenbocht, geen probleem voor Canadezen. Zijn die snelheid gewend? Vorig jaar werden deze mannen 5 en 8. Jason werd op 5. Er wordt hier geklopt door de Canadees Dutton. In 35-07. 35-18 voor Jason. Nou, we zullen dik de 35 seconden voor gaan verbreken. Maar Jesse was nog niet eens zo snel dit seizoen. Reed zijn beste tijd in Heerenveen. Dat was 35-20. Maar we hebben bij de vrouwen al gezien dat het bijzonder snel gaat. Hier de hapering in de bocht bij de Canadees. Ja, bij de vrouwen zijn we derde baan van de wereld. Vlak voor Sochi, Astana. Craig tegen Bosa. Italiaan tegen Australië. Hij verraste in 2014. Waarbij aangetekend dat het een wat gedevalueerd sprinttoernooi was. Maar hij werd wel derde in het klassement. Komt oorspronkelijk van het inline skaten. Het skiederen. Stond in 2008 voor het eerst op het ijs. Dat was in Enschede in Nederland. En dit is de snelste man van Italië. Hij is ook recordhouder met 34,79. Dus in het bezit van het nationale record. David Bosa. Komt uit Trento. Bosa zagen we dit seizoen alleen maar in de B-divisie acteren. ...9,85 voor de Italiaan. De openingen kan je tegenwoordig wel zeggen. We gaan snel zien dat het sneller kan. In de volgende rit op Murakami en Giorgi Kato. Veel favorieten al vroeg in het veld. Goede bocht van de Italiaan. Die daar voor de Australiër is teleurstellend. Ja, je noemde net Kato. En die gaat starten in de volgende rit. Dat is een oud gediende. Het is misschien voor velen zelfs een verrassing dat hij start. Ja, werd al derde op de Olympische Spelen. Stond op het podium als kampioen in 2005. En hij had maar één kans om zich te plaatsen. En die pakte die. En daarbij gaf Johan de Wit, de Nederlandse coach in Japan, ook aan. Dat doen kampioenen. Eén kans. Mes op de keel. En hij pakt hem. In de 32 buitenwand. Is hij. Hij werd op 6 februari 32 jaar. En rijdt tegen zijn landgenoot, die 24 is. Yuma Murakami. Hij komt uit het noorden van Japan, Obihiro. Kato nog altijd de snelste Japanner met 34-21 achter zijn naam. Maar dit seizoen nog niet onder de 35 seconden gereden.
Murakami stond bij de laatste wereldbekerwedstrijd op het podium. Werd tweede op de eerste dag. Van de 8 verschillende wereldbekerwedstrijden zagen we 5 verschillende winnaars. Kijk eens, 61 om 64. En gaan deze mannen een rondje rijden, daar gaat het nu om. Snelheid moet dan echt naar de 58 per uur toen die laatste buitenbocht. En ze moeten onder die 35 seconden, wat dit seizoen in ieder geval Kato nog niet lukt. En Kato gaat sneller dan Murakami, komt hier onderdoor. Hij is het nog niet verleerd, hè, de oude Kato. 34-91, wel onder de 35 seconden voor het eerst dit seizoen. En 34-99 voor Murakami. En die komt in de buurt van zijn persoonlijk record. Goed optreden toch weer van deze Kato, veteraan in dit gezelschap. Maar ik heb de indruk dat je laag in de 34 moet zitten vandaag om goud te pakken. Ja, dat zie je ook aan de reactie van de mannen. Kato is blij dat hij natuurlijk de 35 seconden verbreekt. Maar dit gaat niet voldoende zijn. In de volgende rit Ronald Mulder. Geen Kulisnikov, daar is voldoende over gezegd. Geblesseerd dit seizoen, dat niet alleen. Mentaal aangeslagen vanwege de meldonium-affaire. Daar heeft hij toch ook tussen de oren wel last van. En zo krijgen we ineens Kuznetsov weer eens te zien. Tegen een debutant, dat is Yoon Ho Kim. Jongeman uit Korea, komt uit Chuncheon. Grote stad. Van Kuznetsov mag je eigenlijk niet te veel verwachten. 13e plaats, beste uitslag dit seizoen. En Kim reed al 2 keer top 10 bij de wereldbeker. Dat was meteen aan het begin in Harbin. Kuznetsov is gevaarlijk in de binnenbaan, hoor. Af en toe heeft hij van die uitschieters. Het lukte dit seizoen nog niet. Maar nee. Misschien vandaag 9,68. Dat is goed voor die grote Rus. Want die kan ook goede rondes rijden. Ja, Dorofeev geeft ook aan dat de opening goed is. Technisch ook mooi deze man. Ja, 1 uitschieter. Vandaag, daar heb je genoeg aan. Ja, Kim komt eraan, maar is er nog niet naast. Kuznetsov. Is hij dan de eerste verrassing op deze 500? Nee. Nee, ook niet. 35-15. 35-45. En we rijden maar 1 omloop. En kijk naar het gezicht, dit is niet goed. Ronald Mulder, die nu naar de startstreep toe rijdt, is goed in de tweede omloop. Hij moet het nu doen in de eerste omloop. En de tap, gaf net zelf al aan, is vaak goed in de eerste omloop. Denk aan de Olympische Spelen. Johan Smeekers had de snelste eerste omloop. Ronald Mulder, de snelste tweede. Maar de meest stabiele was Michel Mulder. En die won. Maar die rekensommen hoeven vandaag niet te maken. Het is gewoon alles of niks in de eerste omloop. Dat geldt nu dus ook voor Mulder. Hij is Nederlands recordhouder tegen de nummer 3 van een jaar geleden. De Canadees Boisvert Lacroix. Die stond dus op het podium. Maar toen ging het nog over 2 omlopen. Canadezen niet goed op dreef dit seizoen. Niet zoals bijvoorbeeld 2015. Te hard getraind in de zomer. Overtraind. Missen explosiviteit. De eerste 100 meters gaan niet goed. En Lacroix reed maar 1 keer top 10 dit seizoen. En Mulder was juist goed. Het laatste wereldbeker treffen waar hij zilver pakte. Goed, het goed gestart. Ja, prima. Mulder moet onder de 9-7. Rijdt tegen die hele grote Canadees. 9-65 is goed. En een scherpe bocht ook. En het lijkt erop dat die Canadezen uitgerust zijn. Had ook een goede opening. Hogere snelheid voor Boisvert Lacroix. Nu komt Ronald Mulder. Nog geen fouten gemaakt. Mulder nog op voorsprong. Het wordt een 34-85. Op dit moment de snelste. En 35-02 voor Boisvert Lacroix. In Astana was Mulder al sneller. Kijk, ook naar Gerard van Velden. Die
denken niet dat dit voldoende is. Je ziet het aan die gezichten. Het was dit jaar bij een aantal wedstrijden voldoende om te kunnen winnen. Maar niet hier, denken we. Daar de schaatsen bij de start. Van Velde in die kenmerkende houding zit altijd op zijn hurken om in het gezichtsveld te komen van die schaatsers. 34-85. Geen correcties. Het is een interessante rit. De Duitser Ihle. Verrassend won hij dit seizoen zijn eerste wereldbekerwedstrijd over 500 meter. Dat was in Nagano. En deed dat nog een keer in Berlijn. Er zijn er niet veel die meer dan één keer hebben gewonnen. Murashov bijvoorbeeld deed het 3 keer. Ihle 2 keer. Ja, en dan behoor je toch echt tot de kanshebbers. En Lorentzen is ook aan het terugkomen. Na die zware blessure van vorig jaar is hij helemaal terug. En misschien wel beter dan ooit. Reed dit jaar voor het eerst onder de 35 seconden. 34-87. Dat deed hij in Astana. Ihle op die nieuwe buizen die al besproken zijn. Goed gestart. Grote sterke vent. In 9-73. Dat is niet de snelste opening, maar je kunt er mee verder. Voor Lorentz is 9-83 onmerkelijk goed. Dat is een ronderijder. Kijk naar de snelheid van de Noord. Zijn ze allebei ooit begonnen als 1000 meter specialist? Ja, Ihle vierde de Spelen in Sochi. 59 per uur zijn de snelste mannen tot nu toe. Dit worden de ronden. Ihle nog steeds een lichte voorsprong. Gaat hij nog eens een keer uithalen dit seizoen? Goeie laatste meters. Ihle, 34-66, ja. En 34-88. Ja, nu maar afwachten of je daar het podium mee gaat halen. Dat betekent dat Ronald Mulder nu op 2 staat. Dat vermoeden had hij al. 200ste van zijn persoonlijk record. Ik kan me die blijdschap voorstellen. Sympathieke gozer. Uit Chemnitz, daar komt hij vandaan. Beer van een vent. Maar eigenlijk een knuffelbeer. Niet kwaad te krijgen, maar sprinten kan hij. Ook niet meer de jongste, 31 is hij. En daar de verrassing van de eerste wereldbekerwedstrijd van dit seizoen. Kretsch uit Kazachstan haalde uit. Dat was de eerste wedstrijd. Het was meteen ook voor het laatst dat hij goed reed. Ja, en is pas gisteren ingevlogen. Ze verwachten niet dat hij goed is. En ook de Pool stond dit seizoen 2 keer op het podium. Ja, en hij rijdt weinig wedstrijden. Maar als hij tegenwoordig rijdt, is hij gevaarlijk. Alles top 10 gereden, daar waar hij reed, 2 keer podium. Naar de stand in beeld, links. 34-66 voor deze Duitser. Mulder staat nu 2e. Daar slipte Kretsch even weg. Ja, Kretsch moet wennen aan het ijs. Kretsch is sneller over de eerste 100 meter. Waar was normaal ook in de 9-5 kan. En nu 9-66. Prima opening voor de man uit Kazachstan. Ja, en voor Waas is dit tussen haakjes langzaam. Hij kan sneller. Ja, Kretsch hoeft maar 1 zo'n uitschieter te hebben zoals hij er eentje had dus dit seizoen. Maar daar komt de Pool. Gaat sneller, traint veel in Insel, is de snelheid gewend. Grote rake klappen, klopt hier Kretsch. Maar het is niet genoeg. Valt tegen. 35-03 en 35-14. Het zijn wisselende uitslagen. Tot nu toe 5 mannen onder de 35 seconden. 7 ritten gehad. Nog 5 te gaan. Nog 2 Nederlanders die in actie komen. De eerstvolgende is Smekens. Die staat nu. In de komende rit. En Herbert, we zagen het. Smekens won zo vaak de eerste omloop. Dat deed hij op de Spelen. Dat deed hij 2 keer op de weken afstanden. Ja, en hij weet dat ook. Wat doet dat met de druk op zijn schouders? Hij heeft goed gelood. Hij verliest er eigenlijk nooit een rit man-to-man. Morgen wordt hij 30 jaar. Het verjaardagscadeau kan hij vandaag vast laten bezorgen. Maar er moet er wel wat gebeuren. Zijn laatste wereldbekerwedstrijd won hij in november 2014. Stond 2 keer op het podium dit seizoen in Nagano, in Berlijn. Dit is Ihle. Ja.
Oeps, niet helemaal lekker die eerste passen. Nu mee met Hasegawa. Dit seizoen 34-85 als snelste tijd. Ja, 9-63 toch voor Smekens. Ja, en een lekker eerste buitenbocht kan nu met Hasegawa mee en naar hem toe rijden. Opening is goed genoeg. Kijk eens, in de snelheid ook. Over zijn punt. Hij ging over zijn punt. Erg gretig. Herstellen, herstellen. Goeie bocht. 34-66 is de tijd van Ihle. Hier komt Smekens in 34-58. Ja. Ja. Hij zit onder die tijd van Ihle. En kijk naar die ronde van 24-9. Daar pakt hij hem ook. Maar het was een race met wat missetjes. Bij de start was het niet vlekkeloos. Toch een goede opening. Bij het ingaan van de bocht toch een misser. En toch deze tijd rijden. Ja. Denkt ook Ihle. Hij reed... Knap hoor. Reed 5 keer sneller. En dat was allemaal op hooglandbanen. Zo snel was Smekens dit seizoen nog niet. Dit is 100ste sneller dan de eerste omloop bij de Spelen van Sochi. Die hij toen won. Maar we zijn er nog niet. 4 ritten nog. Ja, knap optreden van Smekens. Dubreuil. Canadees en tja. Ja, dan hoor je het publiek. Het stadion lijkt wel voor een procent of 70 gevuld. Komt de Koreanen houden van sprinten. Zo'n 350 kilometer hier vandaan. En Dubreuil komt uit Quebec. 1 keer 5e dit seizoen. Hij heeft alles betere seizoenen gereden. In 2015 stond de Canadees op het podium met brons. 9,65, ongeveer gelijk aan de opening van Smekens. En tja, geen goede eerste buitenbocht. Jan Smekens trok hem niet door naar 59,6. Dat lukt deze mannen nog niet. Snelste seizoentijd van de Canadees is exact gelijk aan die van Smekens, maar dat was in Calgary. Dat was een hooglandbaan. Nee hoor, 34-94 en 35-01. Smekens echt een klasse beter dan Dubreuil. 6 mannen nog. En bij die laatste 6, Daidai Netap. Ja, in de volgende rit al. En ook van Netap weten we dat zijn eerste omloop altijd zijn beste was. En we weten ook dat Netap in Astana op een laaglandbaan zijn persoonlijk record reed. 34-52, de man daar rechts in beeld. Dat is sneller dan de 58. Precies. Van Jan Smekens. En we weten ook dat dit ijs snel is. Als alles klopt, dan moet Netap het kunnen. En we weten dat deze Amerikaan ongelooflijk snel kan openen. Maar meestal niet zulke goede rondes rijdt. Dus als Netap die 100 meter kan volgen, dan is er van alles mogelijk. De enige Nederlander die dit seizoen een wereldbeker won. In Astana, lang geleden alweer. Het zijn beide mannen met een hele goede eerste 100 meter. Brede houding van Netap. Oeh, en Whitmore, weg. Ja, Whitmore was veel beter weg. Maar Netap die corrigeert het en ligt nu alweer voor. Hele goede inhaalrace van de Nederlander. Kijk toch eens. Ja, 9, de snelste, de snelste. En hij was toch een fractie later vertrokken dan de Amerikaan. Nou, alle mogelijkheden. Whitmore pakt de binnenbocht, maar heeft veel minder snelheid. Nou, die corrigeert hem weer. Pakt hem weer. Oh, en de valpartij. Nee. Wat jammer. Oh, het was zo veelbelovend. Hier komt Whitmore in 34-80. En dan val je in de laatste buitenbocht. Dat komt bijna niet voor bij de sprinters. En zo is alle hoop nu gevestigd op Smekens, die al gereden heeft. Want er komen geen Nederlanders meer. Smekens staat nog altijd bovenaan. Kijk wat er nou fout ging. Want de eerste binnenbocht ging niet vlekkeloos. De eerste pas ging niet vlekkeloos. En toch reed hij zo ongelooflijk hard. Vooral op die 100 meter.
1-0-8, ja. Hij finisht nog wel. Geen herhaling. Nu wel. Laatste buit. Ja, hij trapt lijkt wel wat naar achteren. Rare val. De laatste buit wordt. En de kussens vangen hem goed op. Hij wordt niet teruggeworpen. Maar dit doet ook wat met de laatste vier mannen die nu aan de start staan. Het ijs wordt gerepareerd, dus de wedstrijd valt stil. En de spanning is al zo hoog. De laatste ritten, Tae-Jung Kim tegen Pautela. Dan de junior Gao tegen Murashov. En Murashov is de gevaarlijkste klant op papier. Hij is de enige die drie keer op dit seizoen. Dit is niet lekker hoor. Tot eventjes met een... Doe-het-zelf-kit. De laatste buitenbocht wordt gemaakt door een van de assistenten van Mark Messer. Mannen uit Calgary. Het hele team is overgevlogen. Dat hebben ze goed voor elkaar. Smekens 34-58, gevolgd door de Duitse Ile. Gaat Smekens zijn eerste grote prijs internationaal pakken? Tweede op de Olympische Spelen. Ja, die eerste omloop. Het is maar één omloop. Kevin Crockett daar op de achtergrond. Ja, in Nagano hadden we ook één omloop. Toen werd Crockett derde achter Shimizu en Waterspoon. Hier die laatste bocht. Whitmore reed iets sneller. Dicht aan de blokken. Rare val. Wat jammer. En het is een van de kanshebbers. Het was een van de kanshebbers. En Gerard Vervelde zei gisteren nog. Je kan het beter maar snel pakken. Want anders duurt die overwinning zo lang. En als iemand dat kan zeggen is het Van Velde wel. Die hem echt pakte aan het eind van zijn carrière. En er nog wat jaren vastplakte. Ronald Mulder, gedesillusioneerd. Staat nu al vierde. Met nog vier man aan de start. Nou ja, Nederlanders zullen het hoe dan ook beter doen dan een jaar geleden. Toen was de beste Nederlander deze Ronald Mulder op plaats 10. Smekens werd 15e voorbij. Werd 23e. We gaan verder. Mannen gaan naar de start. Het is het middenterrein. De mannen kleden zich hierom. Maken nauwelijks gebruik van de kleedkamers hier onderin het stadion. Pautela sukkelde afgelopen zomer een beetje. Is inmiddels 33 jaar. Vierde plaatsbeste uitslag dit seizoen. Won in zijn carrière één keer een wereldbeker. In 2009. En kijk naar de peer. 34-59. Dezelfde tijd van Smekens. 34-58. Dan Ile. 34-66. En de derde tijd 34-80 van Whitmore. Het gevaar komt normaal gesproken niet van deze rit. Het zou sensationeel zijn als Pautela hier ineens zou winnen. Ook een man die ooit eerste stond op Olympus en er in een tweede omhoop vanaf viel. 2010 was dat in Vancouver. Maar zijn bochten gaan niet goed. Hij rijdt ook op die nieuwe messen, net als Ile. Vorig jaar was hij vierde. Veel vierde plaatsen in zijn carrière. Ja, en vals. Fout was van de Koreaan. Ja, dit is allemaal in het voordeel van Jan Smekens. Als die wedstrijd stilvalt en er worden valse starts gemaakt, dan worden die mannen over het algemeen niet sneller van. Vals gaat naar Kim. Dat doet er niet meer toe. Per omloop, één valse start. Daar moesten de schaatsers ook aan wennen. En die sprinters moeten nu wennen aan die één omloop. Balende Mulder. Ja, Van Velde, twee mannen de start. Eentje gevallen. Pautela en Kim waren dit seizoen in ieder geval bij lange na nog niet zo snel als Smekens. Pautela reed zijn beste tijd dit seizoen ook nog op een hooglandbaan in Calgary. 34-67.
Het gejuich is uiteraard voor Kim. Koreaanse thuispubliek, u kunt het horen. 9-74 en 9-78. Daar verliezen beide mannen al behoorlijk wat terrein. Ja, dan Smekers had ook een geweldige ronde. Dan moet je een rondje 24-8 gaan rijden. En eigenlijk de 60 km per uur in. Nee, dat zit er niet in. Nee, 35-17 voor Pautola en 35-29 voor Kim. Hoe dan ook, Smekers gaat het podium halen. Maar de kleur, die wordt vastgesteld in de volgende rit. Een Chinees tegen een Rus. Wat is dit een spannend moment voor Smekers. Murashov was wel drie keer de beste dit seizoen. Dat lukte Smekers in de wereldbeker nog niet. En Gao was een van de verrassingen dit seizoen. Hij stond met zilver bij de eerste wereldbeker meteen op het podium. En is nog maar 19. En zijn persoonlijk record reed hij in Urumqi. Ook dat is geen hooglandbaan. 34-56. En dat record zal hij dus moeten evenaren om Smekers te passeren. En we weten ook dat Gao de loop van het seizoen niet sterker werd. Maar wat kan Murashov? Hij heeft over het algemeen moeite met de laatste binnenbocht. Grote, sterke Rus. Vorig jaar tweede. Achter zijn landgenoot. Ook niet lekker bij de start, Murashov. Gao sneller op de eerste 100 meter. 9,55 is een hele goede opening voor de Chinees, hoor. Ja, dat is ideaal voor Murashov, die een beetje tegenval met 9,73. Kijk eens, hij gaat sneller dan Jan Smekers. Dit gaat sneller dan Jan Smekers, maar hoe komt hij de bocht door? Moeizaam. Laatste meters voor de Rus. Ook Murashov. Over de punt. Want ook de rit van Smekers, en ik ben benieuwd naar zijn reactie, die was niet vlekkeloos. En u in Nederland kunt gelukkig de reactie van Smekers wel zien. Dat zijn onze eigen beelden, die wij hier in Korea gek genoeg niet kunnen zien. Maar u ziet het gelukkig thuis wel. En wat een prachtige ontlading daar bij Smekers. Het komt hem toe. En wat moeten wij dan met z'n allen ook even terugdenken aan die eerste omloop Olympische Spelen. Ja, die regel bestond toen nog niet. Nee, en dat Smekers over de finish kwam en hij keek naar het bord en daar stond één. Alleen de computers waren nog aan het rekenen met die gecorrigeerde tijd van Michel Mulder. En aan het eind van de kruising werd het een tweetje. En moest Jack Orien vertellen dat hij geen Olympisch kampioen was. Maar daar wel een paar minuten in heeft geloofd. En dan pakt hij nu toch nog die medaille, die goudmedaille. En wat ben je dan een sterke vent dat je het al die jaren volop gehouden. En, ja, absoluut. Durft, mentale kracht. Die mentale kracht inderdaad. Bizar groot. Al die jaren die teleurstelling. En dan daarin blijven geloven. Eindelijk hebben de Koreanen ook Smekers gevonden. Daar loopt hij. Prachtig. En natuurlijk willen we straks zijn reactie horen. Want al die verhalen komen nu los. Over de Olympische Spelen. Frustraties ook die hij ongetwijfeld heeft gekend in zijn sportcarrière. Maar bleef geloven. Precies. In die ene dag. Want vlekkeloos was dit seizoen zeker ook niet. Sterker nog, deze race was zelfs niet vlekkeloos. Maar de uitslag, daar kun je niets op afdingen. En morgen mag hij zijn verjaardag vieren. En het cadeautje heeft hij vandaag. Het is een groot cadeau geworden. Het is een wereldtitel geworden. En Smekers heeft hem eindelijk te pakken. Prachtig. Inmiddels wordt er meteen warm gereden voor de ploegachtervolging. Terwijl wij de complete uitslag nog te goed hebben.
Maar geen discussie dit keer. Want Smeekers heeft nu echt gewonnen. 34-58. Met een behoorlijk verschil toch ook wel in sprintbegrippen. Ihle, de Duitser, die vlakbij zijn persoonlijk record kwam, pakt het zilver. Murashov, die toch 3 wereldbekerwedstrijden won, moet genoegen nemen met het brons. Geen vlekkeloze start. Whitmore staat naast het podium. En Mulder wordt 5e. Boisvert Lacroix, de Canadees, vorig jaar nog op het podium met brons. Nu 13e geworden. Krets vinden we terug op plaats 16. En Daidai Dap met val 24e. Ja, dit is hoe...